Goeiedag lieve mensen, we zijn vandaag zondag 11 augustus en ik zal voor jullie weer het weekkaartje trekken voor de week van 12 augustus tot 18 augustus. En ik zal dit doen uit het deck van de opgestegen meesters van Doreen Virtue. En ik zal alvast beginnen met de weekboodschap te trekken. En dat is deze. Een positieve verandering van Parvati. Dus deze kaart geeft inderdaad verandering aan. En wij mensen, wij hebben de neiging als we het woord verandering horen, van angstig te worden. Want we hebben nu alles zoals het is. En we zitten in ons comfortzone en voor ons voelt dat veilig. Dus deze kaart geeft aan dat er dus verandering op komst is. Maar we hoeven hier niet voor te vrezen, want deze verandering is een positieve verandering. En eigenlijk alle kaarten die voorkomen uit de engelenkaarten, die duiden meestal op een positieve verandering, want engelen gaan jullie heus geen negatieve boodschappen door gaan geven. Ze willen ons echt niet bang maken. Ze willen ons stimuleren om vooruit te gaan. En dat is wat deze kaart dus ook zegt. Een positieve verandering. Er kan iets zijn nu in je leven die plots verandert. Of er zijn bepaalde gebeurtenissen die veranderingen in gang zetten. Of je gaat iets doen. Wat ook een positieve verandering kan zijn. De engelen stimuleren ons om daarmee door te gaan. Om door onze angst heen te gaan. En misschien voel je je een beetje onveilig of onwennig. Maar vraag dan de hulp van de engelen om jou te steunen hierin. Ze zullen je heel graag helpen. En met hun hulp kan je dan de moed verzamelen. Of de kracht om echt wel... Ja, om door te gaan. En als je hiermee doorgaat, dan is dit echt wel een bladzijde dat je omslaat en verder gaat. Zodat je weer een nieuwe stap kunt zetten of een nieuw begin kunt maken. Al deze dingen kunnen ook een beetje moeilijk aanvoelen of wat onwennig zijn in het begin. Maar eens je ermee doorgaat of... Dat je de bladzijde omgeslagen hebt, het oude losgelaten hebt en het nieuwe begint, dan komt daar langzaam aan zo een flow in die dan meer positieve ervaringen met zich meebrengt. Dus wat de boodschap is van deze kaart eigenlijk, dat als je je wat onwennig voelt of je voelt je angstig voor iets en toch wil je het doen of het proberen of er komt iets op je pad waardoor een verandering optreedt. Wees niet bang en hou je moed. Wees moedig en ga vooruit. Neem de uitdaging aan en zo kunnen er positieve veranderingen in je leven plaatsvinden. Waardoor je leven ook weer de goede weg opgaat en ja... Eigenlijk waardoor je je pad kan gaan volgen en waardoor je ook je doelen gaat bereiken. Soms is die angst even nodig om er doorheen te gaan. En ze zeggen dikwijls het pad van de angst moet je volgen. Maar dat is soms echt wel nodig om die positieve veranderingen in je leven aan te brengen. Dus wees moedig. Ik zie dat Parvati... ook een rood kleed aan heeft. Staat ook voor het wortelchakra. Veiligheid en moed en daadkracht. En dat wortelchakra staat ook weer om door te zetten, om moed te hebben. Dus dat is een beetje de boodschap voor deze week. Moed en kracht. En je kunt het wel. Dus het is een heel mooie kaart voor deze week. En dan zal ik ook nog drie keuzekaartjes voor jullie trekken. En ik heb al eentje.
En dan nog een tweede kaartje. En dan nog het derde kaartje. Ja, zo. Ik heb ze alle drie. Dus kaartje 1. Kaartje 2. En kaartje 3. Dus 1, 2 en 3. Dus laat nu jullie intuïtie spreken. En ja, kijk welk kaartje je het meeste aantrekt. En ik zal ze nu ook gaan bespreken. En het eerste kaartje is luisteren. En deze kaart nodigt ons uit om wat beter te gaan luisteren. Soms zijn we druk bezig en praten we graag. We praten graag over wat er in ons leven zich afspeelt. Of wat we kwijt willen. Soms liggen er bepaalde dingen zwaar op ons maag. En dan willen we onze problemen kwijt en gaan we hierover praten. Gaan we ook soms gaan klagen. Of ja, we klagen heel veel. Soms merken we het niet eens, maar je moet er eens op letten hoe vaak je gaat gaan klagen of hoe vaak mensen om je heen klagen. Maar het is belangrijk ook eens om te gaan luisteren. En je kan nu eigenlijk gaan luisteren op drie manieren. Dus je kan luisteren naar de mensen om je heen. Wat hebben zij te vertellen? Misschien hebben zij wel een goede raad voor jou. Of je kan ook gaan luisteren naar deze mensen om hen te helpen. Om jouw problemen eens aan de kant te schuiven en eens een luisterend oor te gaan aanbieden aan die andere mensen. Want soms zijn het degenen die het meest zwijgen, die het meest te vertellen hebben. Het zijn ook vaak heel wijze mensen die ook een hele wijze raad voor je kunnen hebben. Dus wees eens aandachtig en luister eens naar de mensen om je heen. Naar de boodschappen die zij te vertellen hebben. Of naar de hulp die jij hen kan geven. Luister ook eens naar jezelf. Dus probeer eens stil te zijn. En luister eens wat je hart je vertelt. Wat je ziel eigenlijk wil. Want meestal zijn we heel druk bezig. Nemen we daar de tijd niet voor. Velen onder ons doen dat wel. Maar ook velen onder ons durven dat nog eens te vergeten of denken er geen tijd voor te hebben. Ik zeg wel denken. Ik merk dat ook bij mezelf. Ik zeg, ik heb geen tijd, maar je kan altijd tijd nemen. Dat hoeft daarom niet lang te zijn. Het kan 5 minuutjes zijn, een kwartiertje. Dat je keer echt in stilte bent, je ogen sluit en een keer naar jezelf luistert, wat jij eigenlijk wil. Dat is zo belangrijk om te weten waar je heen moet gaan en wat je eigenlijk wil doen. En een andere betekenis kan het ook zijn dat je mag luisteren naar de boodschappen van boven. Dus misschien zie je tekenen van de engelen, zoals een wolk in de vorm van een engel, vind je muntjes op straat of veren. Misschien lees je ergens iets of hoor je iets, misschien een tekst in een liedje of een zin op tv die je erg aanspreekt. Ook dat zijn allemaal tekenen en signalen van de engelen. En het is heel belangrijk om hier naar te luisteren. Dus deze kaart vraagt om eventjes te verstillen deze week. En eens te gaan luisteren naar wat je hoort rondom je, in jezelf en ook op tekens te letten. Dus wees aandachtig deze week en luister eens extra. Dan hebben we de tweede kaart. En dat is deze. Leraar. Ik zal de naam eronder niet herhalen, want het is een heel moeilijke naam. Deze kaart wil zeggen dat je dus mag een leraar zijn
voor andere mensen. Want je hebt het in je. Je hoeft daarvoor niet voor een klas te staan. Dat kan natuurlijk betekenen dat het je levensdoel is om voor een klas te staan. Misschien voor kinderen of voor volwassenen. Maar je kan ook een leraar zijn wanneer je dat diploma van leraar niet op zak hebt. Vaak heb je eigen wijsheden en kennis dat je mag gaan delen met andere mensen. En dat kan op vele gebieden gebeuren eigenlijk. Je kunt ergens een lezing doen of je kan erover gaan schrijven. Je kan een boek schrijven of teksten waarmee je mensen bepaalde dingen leert. Je kunt ook een cursus gaan geven en je kennis delen. Ook mensen raad geven. Bijvoorbeeld iemand die een hulpvraag heeft, kan jij raad geven. Zo ben je ook eigenlijk een leraar voor hen. Deze kaart kan ook betekenen dat je een leraar mag opzoeken. Misschien heb jij een bepaald iets wat je wil leren. Of zit je met bepaalde problemen waar je veel van afgeraken. Dan kan je ook wel wat wijze raad gebruiken. Of iets gaan leren om jezelf te helpen. Dus dan is deze kaart een teken dat je mag een leraar gaan zoeken. Dus dit is de tweede kaart voor deze week. En nu nog hebben we de derde kaart. Dat is gezondheid en heling. En deze kaart wil ons zeggen dat we misschien sukkelen op het gebied van gezondheid. Dan kan deze kaart een teken zijn dat je op de goede weg bent. Dus dat de genezing zal plaatsvinden. Maar het kan ook betekenen dat je iemand mag gaan opzoeken die je kan helpen om weer gezond te zijn en te helen. Dat kan een dokter zijn, maar dat kan ook een therapeut zijn of een coach die je echt wel hiermee kan helpen. Het kan ook zijn dat het een teken is dat je jezelf mag gaan helen. En dat kan je doen door door middel van je handen. Je kan reiki volgen om jezelf te helen. Maar onze handen zijn op zichzelf eigenlijk al helende instrumenten. Denk maar eens hoe vaak als we ergens pijn hebben, dat we onze handen daar gaan ophalen. Dat kan al heel helend zijn. Pas dit eens vaker toe of volg een cursus waarin je dit kan leren. Of misschien is het ook een teken dat jij een heler bent. Misschien kan je andere mensen gaan helpen hiermee. En mag je stappen nemen dus om mensen te gaan helen en te gaan helpen. Dus dit was kaartje nummer 3. Dus ik heb alle kaartjes besproken voor deze week. Volgende week komt er even geen video. Omdat ik eventjes wat tijd wil nemen voor mezelf en voor mijn kinderen. Dus volgende week neem ik eventjes geen video op. Maar de week erna ben ik er weer. Dus ik wens jullie alvast een fijne week toe. En tot binnen 2 weken dan. Daag!